Hoi! Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tim en vandaag ben ik met... Roxanne! En wij gaan naar Oberhausen! Duitsland! Eigenlijk, op het moment dat wij dit opnemen, zijn we al in Duitsland. Ja, inderdaad. Maar we zijn nog niet in Oberhausen. Daar is een soort van kerstmarkt en een winkelcentrum. Dus, hoeveel zin hebben we erin? Ik heb er eigenlijk geen zin in. Nee. Ik heb er zin in. Ik heb er heel veel zin in. Van je tweelingzusje moet je het hebben, jongens. Ja. John, ik zie hem een gele auto. Oké, Rob, ik snap inmiddels dat je iemand mag slaan als je een gele auto ziet. Nou, succes komt hier, Jox. Binnen Drenthe. Maar hoe ken ik die persoon dan? Ik heb het er vaak genoeg over gehad. Is dit een vriendin van jou? Nee. Huh? Ik ben er laatst nog geweest. Is het Aniek? Nee. Is het die ene gozer? Tristan? Ja, nee. Oh, weet je waar je het vandaag nog over had? De I-dinges. Hoe heet die ook weer? Is het wel die A-kid? Hoe heet ze? Isa. Ja! Ja! Even door. Oké. Hoe lang moeten wij in deze auto zitten? Ik weet het nog niet. Hoe lang nog? We moesten straks nog 58 minuten. Er zaten al dik een half uur in. Ja, en nu nog? 33 minuten. Valt mee. Hier is je camera. Hij is een beetje zwaar. Ik heb echt slappe armpjes. Valt mee. Oh, we krijgen ook nog file. Wat leuk. Kijk, 33 minuten staat al in het rood. Oh, leuk. Yay! Fun. Nog een keer file. Ik heb zin in Red Bull. Verbouwd in energy. Gewoon energy. Ik heb zin in. Slecht is. Met sigaretje. Lekker. Die wil ik eigenlijk ook. Maar ja, mijn ouders zijn erbij. Mijn vader tenminste. Nou, iemand geeft Roxanne een sigaret. Ja. Als wij naar Eén lijk is één sigaret. Als die Madeleine voor mij gedaan. Is allemaal niet liken. Voor jou dan. Oh, daar komen ze. Oké, deal. Iedere like is een sigaret als wij naar Preston Palace gaan. Hé! Hey, lekker pik! Like deze video niet. Comment wel voor altijd meer wordt bekeken. We hebben nog zin voetbal te gaan kijken. Touchdown am Sonntag. Voetbal bij RTL. Kijk, zie je? Deze kwam er ook daar straks tussen. Jongens, volgens mij moeten wij hier zo rechts. Oh, nee, wacht joh. Even. Wacht even. Oh, moeten we nog tussen? God, reactievermogen. Ja, mooi, even denken, man. Wat moeten we nou doen? 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 Oh, ik heb al een idee. Wacht, ik heb al een idee. Crimineel gedrag. Het is ook niet goed gekomen, hè? 1,1 kilometer. Crimineel gedrag. Daar is het. Is het daar moet je het hebben. Ik denk niet aan, hoor. Je gaat te ver over de grens. Kijk, hier zijn ook groene lampjes, maar er zijn alsnog... U heeft de grens overschreden. Zijn ze toch, hè? Ja. Ja, u heeft de grens overschreden. Dat hebben we niet gedaan, hoor, met vrienden. Kerstmarkt! Hoi! Nee, dit is toch mijn droom? Wil je erin? Ja, ik wil erin. Dan gaan we erin. Dit is toch gewoon één grote droom? House of Sweets. Ja, daarom. Nee, dan wil ik wel zeggen, dankjewel dat je mijn meid noemt. Ja. Waar je vader niet bij is. Ja, ik dacht... Fijn dat je werkt. Zo heerlijk. Oh, dit is een hele grote pakken. Koop ze, zou ik zeggen. Kleine beker is maar €3,20. Wat is een kleine beker dan? Goede vraag. Dat is best wel heel ziek veel. Oh my god, kijk hè. Ik ga een kleine beker is maar €3,20.
En dat is dus zo'n beker. Die dit gaat doen. Ik ga dit ook doen. Dit kan ik niet voor me voorbij laten gaan. Als je moet er wel een beetje gaan zoeken wat zullen het in de vrij is en zo. Ja, precies. Maar er staat een V'tje op. Vegetarisch, gewoon in het Nederlands. Wel in Duitsland. Ja, nou ja, het zal wel. Oh, die smurfen, die zijn lekker. Surf trip. Hey. Volgend jaar. Ja, maar echt. Enter the way. We gaan op surf trip, jongens. Dat, ja, jongens. Lijkt me logisch. Surfen. Surfen, zuipen. Ja, lekker. Ja, het is wel minder echt voor kleine kinderen, maar... Ja, precies. Maar voor de zekerheid. We willen geen gezeik, jongens. We zijn even van content creators. Ja, daarom. Dus ik en jij zijn hulpvrouw. Je buddy. Ja, mijn tweelingzus. Mooie onderkomst. Misha voor aan de toekomst, die het aan het edit is, edit dat erin. Oh nee. Ja. Ik zie daar de cashmarkt al. Ja, weet je waar dat komt? Je staat hier van een après ski. Oh ja, oké. Okay. Hier wil ik Blue Wine. Kaarsje en champignons met knoflooksaus. Ik voel aankomen dat we naar champignons met knoflooksaus gaan. Denk ik ook. Ik heb een Duits, het is niet mijn sterkste kant. Nou, spreek het eens uit voor de camera. Knoflooksauce. Ik wil gewoon knoflooksauce. Ja. We gingen dus net naar de infobalie hier in die Westfield, daarachter, om te vragen waar ze uitgaan voor de kerstmarkt en zo. Ik heb het woord maar gedaan. Ja, mijn Duits is beter. Nee. Ja, inderdaad. Blij? Maar wie heeft weer het woord gedaan? Ik ook. Hoe goed spreek jij Duits? Heel goed. Oh nee. Misha aan het zuipen, wat een verrassing. Zo nice. Dank je. Nou, surprise, Misha heeft Blue Wine. Ja, okay. Met vodka. Ja, lekker man. Het is wel echt lekker. Als ik de dampen inadem, proef ik al vodka. Ja. Oeh. Ja. Lekker toch? Alleen heet. Roxanne, weet je nog toen wij klein waren, die katten? Oortjes? Konijnenoortjes volgens die vrouw. Rip mevrouw uit Veenendaal. Ja, oh echt. Mevrouw, we herinneren u nog steeds als u dit ziet. 2020. It's giving me Stitch vibes. Wat is dat met ziek gedaan? Ik moet deze aan dan. Hier. Ik ben echt een klein kind van. Deze doet het niet meer. Dit doet me denken aan die aflevering van Henry Danger. Met zijn Mandox. Oh ja. I've always wanted to try it one, maar hebben ze een 7 vegan. Echt? Ik zie een knuffelparadijs aankomen. Zo schattig. Eigenlijk wil ik dit heel graag voor ons laten maken. Ja? Maar niet voor de vraag. Game State! Ik heb mijn pasje bij. Ik heb 50 euro bij. Wat ook met Misha? Nee! Ga jij geld verliezen, Misha? Ja! Behalve als ik er een video over maak, dan verdien ik het terug. Zoals die 50 euro Game State video die we nog steeds moeten maken. Ja, inderdaad. Hier, dit is mijn thuis. Dit was de bedoeling dat ik dit zou tegenkomen. Pietro.
Kijk jongens, hier is een theater. Als Miro hier nou even speelt. Ook echt, ja. Maar Miro, doe maar gewoon Arnhem-Tilburg of je weet wel welke andere stad. Ja. Dus voor mijn bankrekening beter en voor mijn vermoeidheid. Ja, inderdaad. Wat een leuk reuzenrad. Zullen we daarin gaan? Ook niet als ik betaal. Maar hij is zo hoog. Ja, maar dat komt wel goed. Het is alleen maar leuk om daarin te gaan. Echt waar. Echt waar, Roxanne. Kom alsjeblieft met me mee. Vind je dit toch leuk, Roxanne? Heel leuk, ja. Ben je blij dat je hebt gezegd? Hier, je hebt daar Legoland. Legoland! Hé, hey, dat is leuk. Als jij meegaat in de draaimolen, mag je van mij mee naar de Legoland. Mijn Legoland, dat kost geld. Oh. Om daarin te gaan. Ik voel mijn bestie al dichter bij me komen. Oh, kijk eens. Iemand belt. Oh, ik heb serieus een notificatie. Hij is echt hoog. Hij is hoog. Je mag niet schelden op YouTube. Hij is heel hoog. Ik kan het ook gewoon wegpiepen. Dat klopt. Ik kan wegpiepen. Wie heeft gezegd dat ik dat ook niet doe? Ik ben verbeterd voor saus. Nee, die zien we bij de kassa zelf wel. Ja, maar misschien is het wel heel duur. Als jij hier blijft staan, ga ik kijken. Roxanne wil het echt niet. Weet je hoe verschrikkelijk duur tussen haakjes het is? Wat dan? 8 euro. Ga je dat doen? Ja. Voor twee personen is 8 euro, voor één? Voor één. En jij gaat het doen? Ja. Kut. Gelukkig zijn het wel afgesloten hokjes, dat scheelt, maar dan nog... Je weet als we dadelijk erin zitten dat het helemaal donker is, hè? Wat? Dat dadelijk als wij erin zitten waarschijnlijk al helemaal donker is. Oh nee. We gaan even te verduidelijken, jongens. Het is... 4:30. Ja. De rij gaat half veel vijf. Te snel, jongens. Normaal gesproken vind ik zo'n rij altijd te lang duren, maar dit gaat snel. Dit gaat snel. Ik moet het nog verwerken. 10 minuten geleden hebben we dit besloten. Ja. Jij hebt het besloten, ja? Oh, wat vervelend, maar het zijn er wel twee. Oh, oh. Je probeert dan weer onderuit te komen, hè? We hebben twee tickets. 16 euro kost dit grapje. Dat is veel te dichtbij al. Oh, we zijn zo dichtbij. Je gaat deze beelden wel beter naar mij sturen, hè? Want ik moet dat iedereen laten zien dat ik er echt in ben geweest. Hoe bedoel je zenuwachtig? En wij dachten gewoon even naar Oberhausen te gaan. Oh my goodness. Oh, wat erg. Waarom moest jij dit reuzenrad ook zien? Dank je. Oh. En ineens vindt ze het leuk hoor. Zie je me ook? Oh nee, mijn been weer. Oké. Gewoon filmen, Roxanne. Gewoon filmen en doen alsof er niks aan. Oh my god, het is echt hoog. We zijn nog niet eens op de helft. We zijn nog niet eens op de helft. Erg dit? Fun fact hierbij, jongens, Roxanne durft er eigenlijk niet in. Ik heb haar gewoon meegetrokken, ik heb voor haar betaald. Oh, ik dacht, ik koop twee kaartjes en ik trek haar mee in die rij. We zijn nog steeds niet op de... We zijn bijna op de helft. Oh, we zijn nu op de helft. We zijn op de helft, jongens. Oh, holy shit! Oh, ik dacht dat we eruit vielen. Oh, ik denk... Ah. En ik vind het dus gewoon echt leuk, hè? We zijn op de helft. Ja, weet ik. Ik vind het niet echt om nog hoger te gaan. Ja, dus. Ja. Oh, boy. We hebben dus een analoge camera, jongens. Nou, als jij dan ook eentje van mij maakt. Ja, dat doe ik. Hij is nu al doorgedraaid. Oh, hij staat stil. We zijn bijna op het hoogste punt. Is hij al doorgedraaid? Ja. Fantastisch, dank u. Kijk, wat is Oberhausen toch mooi, vind je niet? Prachtig, prachtig. Ah, nu zijn we weer een beetje dicht bij de grond. Nu kan ik weer rustig zitten. Oh, we hadden gewoon hier op een knopje kunnen drukken. En dan hadden we gewoon... Wind gehad en licht en ja. Nee, alles. Dan hadden we gehoord over... hoe heet dat? En dan ze misschien ons kunnen vertellen wat we aan het doen waren. Hier, Rox. Ik vind dit wel een attractie voor jou. Nee, daar ben ik echt te groot voor. Het is zwaar. Oh, ik
Ik ben in shock dat we dat hebben gedaan. Echt waar. Ik ben trots op jou. Ik ben zwaar in shock. Ik ben trots op jou. Dankjewel. Ik ben ook trots op jou dat je het met mij aandurfde. Dankjewel. Als Mackie wil eten of ergens anders, moet je het ook zeggen. Want dan gaan we eerst langs mij of eerst langs die van jou. Nee, ik eet al mee daar. Ja? Ja. 8 euro per persoon. Ja, dat dus het valt ook mee. Maar je betaalt en geeft het al direct. Ja, daarom. Het ligt gewoon klaar. Ja, daarom. Even bij een zitplek zoeken. Ja, dat wordt wel een ding hier, geloof mij. Maar we gaan het vinden. Proost op het eten. Cheers. En ondertussen is het al 6:15. Wij vermaken ons zelf goed hier. Over een kwartiertje gaat het hier al dicht dan. Oepsie. Of ik nog steeds in besef dat ik een reusmarat heb gezeten. Het voelt nog steeds alsof ik er half in zit of zo. Het is echt heftig gewoon. Echt heftig. Ja. Maar ik heb wel mijn Red Bull. Om het eventjes de pijn te verdoven. Het was die 8 euro voor jou helemaal waard. Ja. Om jou zo te zien lijden. Ja. Auf Wiedersehen. Ik kan er niks van verstaan. Doei, is dat letterlijk? Oh, doei.